Een groot aantal medewerkers van de provincie Noord-Brabant ging dinsdagochtend 15 juni op pad om mee te doen aan de Provinciale Vrijwilligersweek. Zij gingen kosteloos aan de slag voor een goed doel. Motto voor de dag: handen uit de mouwen voor Brabant. Bijna 60 organisaties in Brabant kregen in de week van 14 tot en met 20 juni op die manier een helpende hand toegestoken. Initiatiefnemer en enthousiast pleitbezorger Wil Rutte deelde lunchpakketten uit en gaf daarmee het startschot. Het is een manier dat wij met ons allen buiten zijn om te kijken wat er in de provincie gebeurt en daar ons voordeel mee te doen op het moment dat we weer aan de slag zijn met ons werk. En het tweede punt is dat we ook nog naar projecten toe gaan waar assistentie van vrijwilligers echt heel erg goed kan. Waar je dus echt een dag kunt werken waar ook echt behoefte aan is. Met ouderen in Veghel een dagje naar de dierentuin of een vakantiekamp voor gehandicapte kinderen opknappen. Voor iedereen zat er wel wat tussen. Van Woensdrecht tot Landhorst, van Breda tot Helmond. We zijn hier bij een openluchttheater, daar wordt nieuw gemaakt. En er is een stuk zand bij, een talutje. En dan moeten planten in. We hadden allemaal zoiets van, we zijn thuis altijd al genoeg aan het wassen en het doen. En we gaan vandaag iets anders doen, iets stoers. Het echte mannenwerk inderdaad. Nou, en toen hebben we voor het voegen, dat leek ze onze stoerste klus om te doen. Dus daarom hebben we daarvoor gekozen. Nee, maar we hebben wel geblufft, want ze vroegen ons of we het al eerder hadden gedaan. En we zo, ja. Maar we hebben het nooit eerder gedaan, maar eigenlijk is het heel makkelijk. We hebben net uitleg gekregen van Nick. En kijk wat de resultaten. De creativiteit zit een beetje in me. Ik vind het ook thuis leuk om te schilderen. En dit vond ik erg leuk om te doen. Ja. Heel leuk om te doen? Ja, zeker. Ja. Wat is er mooi aan? Ja, dat we toch iets voor de maatschappij kunnen betekenen en dat we de kinderen die hier kunnen spelen ook een mooie omgeving kunnen helpen. Ik heb mijn handen werken in plaats van mijn hersens. Ik vind het superleuk. Ja, ik vind het heel, het is ook nog lekker weer, dus gewoon lekker bezig zijn met je handen, dingen maken, dingen doen. Dat vind ik tof. We zijn hier het hele traject aan het ontwikkelen. Het is een oud legercomplex. En met alleen maar vrijwilligers maken we die stapjes. Nou, als dan de provincie daar het voortouw in kan nemen om iedereen te laten zien hoeveel hulp dat we nog nodig hebben. Door daadwerkelijk zelf ook de handen uit de mouwen te steken. Nou, is de opdracht meer dan geslaagd. Ook de leden van het College van Gedeputeerde Staten gingen aan de slag. In het vakantieverblijf voor ernstig zieke kinderen, Villa Pardoes in Loon op Zand, hielpen ze mee aan een creatieve activiteit met de kinderen. Ook commissaris Wim van der Donk vindt vrijwilligerswerk van groot belang. Ik denk dat als we daarmee zouden stoppen, loopt het morgen compleet vast. En het is goed voor de samenleving, het is goed voor mensen zelf. Ik denk dat het heel dankbaar werk ook is. Als je ziet wat je daar kunt betekenen. Ik vind dat wezenlijk. Het maakt jezelf rijker, het is voor de samenleving van belang. En in Brabant draagt het echt bij aan wat ik maar noem. We hebben een ecologische hoofdstructuur, maar we hebben ook een sociale hoofdstructuur. En dat zijn al die vrijwilligers die om niet voor de ander, zonder dat ze er meteen zelf beter van worden. Soms overigens ook wel een beetje, want het is ook gewoon heel leuk en gezellig om dat soort werk te doen. In de harmonie of in de voetbalvereniging. Ja, daar maken we onze samenleving beter, een betere samenleving mee. Directeur Peter Persoons is blij met de helpende handen van de provincie. Villa Pardoes is een goede doelenorganisatie en wij zijn helemaal afhankelijk van bijdragen en giften van particulieren, van donateurs en van het bedrijfsleven. Dus de villa die wordt geëxploiteerd zonder 1 cent subsidie, zonder 1 cent verzekeringsgeld. En als je dat dan als college op die manier ook helpt uitdragen, dan vind ik dat voor ons op een dag als vandaag vind ik dat een cadeautje. De deelnemers vonden het meedoen aan de Vrijwilligersdag nuttig en zinvol. Ho!